Welkom bij Sep voor de Battle. Oh, ik heb er zoveel zin in, hoor. Ja, nou, ik vind het wel hoog, moet ik eerlijk zeggen. Oh, ik vind het zo gaaf. We gaan vandaag een battle. Skaten doen! Hey. Oké, ik ga het ook doen. Ga je naar beneden? Durf jij het? Nou ja, ik ga het niet doen. Ik vind het hoog. Wees je wel voorzichtig om de weg. Ja, zit in! Oh, Brit! Gaat het een beetje, Brit? Oh, nee, ga door. Maar ik weet dat je er ook op een andere manier af kan. Ik neem de kortste weg. Nog een beetje last van de val. Maar ik ga nu 3 meiden ophalen van de Witte Vrouwenschool in Utrecht. Groep 8 met heel leuke jongens en meisjes. En nou mag ik 3 jongens uit meenemen. Ik heb mijn eerste petje al bij me. En ik ben op zoek naar Fien. Waar zal ze wonen? De eerste is Taille. Hij weet niet dat we komen. Hij woont op nummer 77. En ik denk dat we aan de achterkant van het huis zijn, maar dat weet ik niet zeker. Oh, hier. Hoi. Hello. Hoe heet jij? Fine. Fine. Nou, dan ben ik naar jou op zoek. Want jij mag vandaag, als je wil, meedoen aan Sep voor de Battle. Ja. Zou je dat vet vinden? Ja. Welke sport doe je? Hockey en turnen. Wij gaan namelijk vandaag de battle skaten doen. Heb je wat gedaan? Ja. Geef ik jou dit petje. Daar ben ik er heel erg blij mee. Doe je skatepak aan en dan zie ik jezelf net op de skatebaan. Ja. Zo. Oh. Ja. Ja. Hey. Ben jij? Taille. Hey, En zusje van Taille. Ja. Kom er heel even bij, want wij zijn op zoek naar 3 jongetjes. En wij hopen dat jij meegaat natuurlijk. Ja. Maar dat kan alleen als je het volgende doet. Ik fluister jou even een sport in je oor. Die moet je uitbeelden. En als de cameraman kan raden wat je uitbeeldt, dan pas mag je mee. Ja. Even kijken. Nou, wacht. Ja, ga maar even doen. Ja. Ja. Ja, oh, dat begrijp je. Ja, ik ook. Ja, wat zie jij nu? Ja, dan moet het paardrijden zijn. Het is paardrijden! Ja, goed hoor. Nou, heel knap, Taille, alsjeblieft. Welke sport zelf doe jij? Turnen. Turnen? We gaan skaten. Kan je dat een beetje? Ja, ik heb het zelf. Ja. Jongen, jou moet ik hebben. Op weg naar Anne. Ja, dit moet het zijn. En... Hoi! Ben je Anne? Ja. Wil je meedoen naar Sep voor de Battle? Ja, tuurlijk. Oké, alsjeblieft, geef ik jou het petje. Ben je een beetje sportief? Ja. Oké, want ik heb namelijk de eerste battle dit jaar verloren en ik kan weer een winst gebruiken. Zullen we Ron eventjes gaan verslaan vandaag? Ja. Komt door hem. Hij zat maar te bellen en te... Hoe is het? Goed. Goed, man. Jij bent bij? Ja, jij bent Ron. Ja, hey, dat is goed, hè? Ik ben net al bij een paar jongens geweest en die zijn het niet geworden. Nee? Jij bent nummer 7 al. Oh, echt? Wil je mee? Tuurlijk. Ja, ze willen allemaal mee. Maar ze moeten een opdracht doen en als je die opdracht goed doet, dan mag je mee. Oké. Okay. Even denken, ja. Oké. Ja? Ja. Ga je gang. Oh, Ja. Klimmen. Ja. Nou ja, wordt gewoon een soort van zoekt voor het niet. Ja, alleen maar ja, nee. Wandklimmen, gewoon wandklimmen. Hoe? Ja. Bonderen! Hé, hey, jongen, geweldig! Dan gaan we vandaag skaten. Kan het een beetje? Ja, ik kan best goed. Ik heb een beetje geopend ook. Dit is zo goed nieuws. Ik spreek je straks. Ja. Onder gaat mijn laatste meisje, Eva. Eva is super sportief, zit op meerdere sporten. Hallo! Op welke sport zit jij? Ik zit op atletiek en paardrijden. Paardrijden, supercool. Hey, ik heb een vraagje. Zou jij bij mij als laatste in het team willen? Ja. Ja? Oké, dan geef ik je het petje. We gaan skaten en we moeten de jongens verslaan. Ja. Gaan we dat doen? Ja. Oké, let's go. Ik zie je op de skatebaan. Zo. Het is koud. Heb je het koud ook? Ja. Ik hoop dat hij een beetje snel open doet, dan kunnen we beginnen. Oh, Mans! Hey, hoe is het? Kom er een klein beetje bij. Oh, ik hou voeten. Ik ben al bij een aantal kinderen geweest. Je moet ook een opdracht doen. En als je die opdracht niet goed doet, dan kan je helaas niet mee. Zou je wel mee willen? Ja. Ik heb hier een petje. Die kan je dus krijgen als jij een sport uitbeeldt die hij kan raden. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, boksen is goed! Ja, man. Goed, man. Welke sport doen we? Voetbal. En wij doen vandaag de battle skaten. Dat kan je ook wel? Ja, een beetje. Een beetje? Niet erg, want we hebben een topper die gaat je allemaal leren.
ijsje, dat! Schaatsers in de zomer racen over het ijs ontzettend missen. Daarom werden inlineskates uitgevonden. Een soort rolschaatsen. Daar zitten de wieltjes naast elkaar en bij een inlineskate achter elkaar. Het inlineskaten lijkt op lange baan schaatsen. Topschaatsers bereiden zich zo voor op het winterseizoen. 100 jaar geleden moesten de banden nog worden opgepompt als een fietsband. Nu wordt met speciale skates flink gestunt. Zoals grinden, dat is glijden over een rand of buis. Bij crabs pak je in de lucht de skates op verschillende manieren vast. En je hebt spins, dat draai je rondjes. Dat is niet zonder risico. Soms ben je heel snel beneden. Dus trek je bescherming aan en dan gaan. Jongens, kom maar deze kant op. Ivo, dit zijn de mannen die de gelukkigen zijn om mee te gaan. Aniek, dit zijn mijn meiden. Oeh! En wij willen vandaag de battle skaten gaan winnen. We moeten Ron verslaan. Het is wel een sport waarbij je flinke kappen kunt maken. Als ik zo met de helm zie en de kniebeschermers. Nee, klopt. Wat gaan we allemaal leren vandaag? Vallen en dan hoe je je skatepositie moet staan. Leren remmen en springen. We gaan beginnen met veiligheid en valoefeningen. Ten eerste maak je je klein. Want als je je groot maakt, dan ga je overal naartoe en dan heb je geen controle over je val. Dus het is belangrijk om je klein te maken en dan kun je je op je knieën laten vallen. Ik ga mensen even helemaal naar beneden. Goed zo. En dan mag je nu op je knieën gaan. Boom. Tweede is op je knieën. En dan maak je zo'n sliding op je knieën. Dan moet je doen alsof je gitaar speelt. Goeie. Ja. Of je maakt een mooie goal en dan ga je knie slide. Dat kan ook. Helemaal naar achter. Yes. Oké, probeer op die manier te landen. En op je knieën. Zakken, zakken, zakken. En op je knieën. Zakken. En op je knieën. Kan je je handen ook gebruiken? Of is dat niet? Ja, dat mag wel, hoor. En dan gaan we nu de volgende valtechniek doen. Dat is de zeemeermin valtechniek. Mag je eventjes op de grond gaan zitten? Alsof je een zeemeerminnetje bent. Ja. Oh! Hoe voelt het? Het doet geen pijn. Zakken. Kantel je voeten. Steek je hand uit. En zitten. Niet op je knieën, zakken en op je bil. Kantel je voeten, steek je hand uit en zitten. Zakken, kantel je voeten, steek je hand uit en zitten. Perfect. Als je zo valt, dan breek je eigenlijk niks. Nee, hè? Precies. En nu? We beginnen eerst eventjes met wat basis skaten. Dus het is belangrijk als je door je knieën zal gaan, als je zo snelheid gaat maken. En je moet je schouders boven je tenen hebben, zodat je stabiel staat. Sta je stabiel? Ja. Sta jij stabiel? Ja, ja. Als je je evenwicht verliest, jongens, wat is dan het eerste wat je doet? Naar beneden zakken. Goed zo. En als iemand je even per ongeluk duwt, wat doe je dan? Zakken. Zakken. Goed zo. Hop! Hey, mijn meisje haalt gewoon de top erin, dat moet tegen. En is het wel belangrijk dat we ook moeten stoppen? Weet jullie hoe je dat moet doen? Ja, met je voeten gekruist, toch? Oh! Ja! Pizza hardpunt. Benen wijd en dan maak je even een puntje. Oui. Dat is hem. Mans, je moet veel wijder met je benen. Juist. Wijd, 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 wijd. En dan een puntje. Oh, nou, best goed. Benen wijd, 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 wijd. Yes. In dit vak hier stilstaan. Oh. Kom, 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 remmen, remmen, remmen. Dus hey, meiden, even over onze concurrenten. De jongens, Aniek. Ze kunnen goed vallen. Twee van hen hebben nog nooit geskaten, dus ja, daarom. Dat is moet goed komen. Gaan we even een stukje skaten? Je mag je voeten niet optillen. En je mag alleen wijd, smal, alleen maar sturen. Zo smal mogelijk en zo wijd mogelijk. Juist. Dus ik heb even pionnetjes meegenomen voor een goede slalom. Dat is het belangrijk als je de bocht maakt, dat je handen aan de andere kant van je lichaam zitten. Zodat je zo een bocht kan maken. Oh, wow, kijk, oh, kijk, kijk, kijk. Dus je houdt je skates bij elkaar. Ja. Wijd en helemaal smal ook. Helemaal smal, helemaal smal. En dan weer wijd. Goed zo. Helemaal smal. Kijk, je hebt het door. Goed zo. Benen bij elkaar. Oh, lekker. Ja. Ja. Die is perfect. Ja, ja, ja. Die meisjes. Gaat goed, hoor. Go, Eva.
even lekker. Oeh. Lekker man, goed zo. Dat is hem jongens. Oké. Okay. Lekker, boem. Goed zo. Het gaat supergoed. Springen is niet moeilijk, landen is moeilijk. Dit is de landing van je sprong. Maak eventjes een mooie landing. Oké. Dat was stabiel, dat was heel stabiel. Goed zo, dat is hem jongens. Goed zo, steeds hoger. Kom maar, hop. Het gaat lekker. En spring. Boom, goed zo. Nou, Ron, we gaan even naar de quizvraag doen. Heb je een goeie? Quizvraag, ja. De quizvraag is, Aniek die doet, gaat stoppen hiervoor. En dan de vraag is, hoe heet die stoptechniek? Komt ze en ze stopt. Denk jij het goede antwoord te weten hoe deze remtechniek heet? Ga naar onderstaat adres, vul daar je antwoord in. En wie weet, ben jij de winnaar van deze fantastische Sefportas. Succes! Zijn jullie klaar om van een heuveltje af te gaan? Ja, ja, ja. Hebben jullie dat zin in? Ja, ik vind het leuk. We gaan proberen om een hele brede bocht te maken. Ja. In de koordepijp. Oh ja, oh. Niet te wijd. Je hoeft niet hoog. Bye. Oké, okay, maar nu zijn wij. Kom maar. Ze gaan wel hoog. Kijk hoe hoog wij gaan. Yes. Goed stevig staan. Zo, yes. Oké, okay, lekker bezig jongens. Boom. Boom, lekker. Ja? Ja, goed zo. Laatste keer. Ja, perfect. Wow. Aniek, denk dat we klaar zijn voor de finale? Absoluut. Belangrijk dat je weet hoe je moet remmen en bochten maken. Kijk. Dit is mooi. Het ligt op een jongetje. Top. En liggen vallen is ook altijd heel handig. Mannen, zijn jullie klaar om de meiden te verslaan? Ja, zeker. We moeten dit winnen. Denk aan die grote beker, die gouden medailles. Ja. Gaan om snelheid, niet vallen. Dan wensen jullie heel, heel veel succes. Maar nog één ding doen, dat is... winnen! We komen aan die belangrijke finale. Mannen, hebben we er zin in? Ja! Meiden, zin in? Ja! Hoe gaan we die finale eigenlijk spelen? Ivo, hoe spelen we die finale eigenlijk? Die finale die spelen we zo. Duels en meiden racen vandaag een estafette. Het gaat om snelheid, een goede tijd neerzetten en het nemen van een parcours. Inhalen kan ook, maar je moet proberen om niet te vallen. Aan het eind van het parcours staan er twee vakken. Daar moet je stilstaan, want dan mag de volgende beginnen. Het team dat als eerste binnen is, die wint. Goed gedaan, meiden.
gefeliciteerd, man. We zijn toch tweede geworden. Dames, goed geskate, hoor. Echt supergoed gedaan. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Zeg, gefeliciteerd. Dankjewel. He, lekker, de meiden gewonnen. Nou, bedankt voor het kijken. Wie weet volgende week weer. Dus, maar ik denk dat de jongens al gaan winnen. Ik ga weer voor die win. Ja? Voelt lekker? Ja. Dag, tot volgende week. Yeah.